Oranje Movies. Jongens, gasten, ik werd kapot gespamd de afgelopen weken door mensen die een nieuwe in het echte leven wouden. En vandaag is hier namelijk e-mails in het echte leven. Geef alvast een duimpje omhoog en abonneer hier beneden voor meer in het echte leven. En alle irritaties en frustraties die ik aan het uitbeelden ben, staan in de rechteronderhoek van deze video. Heel veel kijkplezier bij e-mails in het echte leven. Hey Bardo, jammer dat je nog niet hebt geantwoord op al mijn vorige e-mails. Hopelijk lees je deze wel. Ik was druk. Oh, echt waar? Waarmee was jij druk dan? Nou, ik was heel erg druk met... Hoi iedereen, vergeet niet, deadline over 10 minuten. Als je de deadline niet haalt, kan je niet mee met het bedrijfsuitje volgende week. En ik ga nu op vakantie. Wat is dat vandaag? Bedankt voor je mail. Helaas ben ik op vakantie tot aanstaande maandag. Ik probeer zo spoedig mogelijk op je mail terug te komen. Verstuurd vanaf mijn iPhone. Oh kut, volgens mij zit hij ergens tussen mijn concepten. Dat wordt graven. Huh? Wat? Oh, hallo meneer. Zeg, heb jij een saai seksleven? Of misschien Viagra nodig? Of andere probleempjes beneden? Huh? Wat? Misschien ben je wel wat onzeker daar beneden. Ik heb een pompje voor dat soort dingen. Dat is geen penispomp. Dat is een ballenpomp. Nou, daar komt het praktisch op hetzelfde neer, toch? Jezus. Afgelopen zaterdag 27 februari heeft u een e-mail geschreven aan Katja. Alleen die is helaas niet goed aangekomen. U schreef in de e-mail naar Katja. Lieve, lieve, lieve Katja, ik mis je zo verschrikkelijk erg. Ik ben een klootzak geweest, het spijt me. Ik wil je niet kwijt, ik hou van jou, mijn hart helpt eraan en het kan niet helen. Ja, oké, ik weet toch wel wat ik heb verzonden. Ik had nooit je hamster in de droger mogen doen en geloof mij, die sms'jes waren nep, die heb ik naar mezelf verstuurd. Ik heb geen andere vriendin. Het was anders wel echt een hele toffe prank hoor. Veel views op YouTube. Wilt u deze e-mail opnieuw verzenden? Ja, doe maar. Super, dan ga ik op missie. Hello? Wat is dit? Hello, my friend. I'm a Nigerian prince. I got a lot of money for you. Hello? What? My family and I have a fortune that we want to ship to your bank account. Ha! Klinkt ook heel logisch, hè? Even bij iemand aanbellen om hem een paar miljoen te geven. I'm a Nigerian prince. Can you keep my money? Ha! Dikke doei, hè? But it's a lot of money now. No. Ah! Zeg, wat was dat daar ook? Dat was spam. Heel veel spam. Oh. Echt kiek, op tijd voor de deadline. Hij wel. Hé, kiek, op tijd voor de deadline. Hè? Oh. Hé, kiek, op tijd voor de deadline. Nee, hij heeft de e-mail aan iedereen beantwoord. Gevonden! Zeg, luister je wel of antwoord je weer gewoon niet? Kunnen alle concepten weg? Zo, alle concepten verplaatsen naar de vuilnisbak, dan maken we hem leeg. Dat lijkt me een nee. En dan natuurlijk het grote moment. Hey man, ik ben erbij. Hey man, ik ben erbij. Bedankt voor je e-mail. Helaas ben ik op vakantie tot aanstaande maandag. Ik probeer zo spoedig mogelijk op je e-mail terug te komen. Verstuurd vanaf mijn iPhone. Oh nee, hij heeft iedereen beantwoord. Hey man, ik ben erbij. Hey man, ik ben erbij. Oh nee, zou hij weten dat hij de bijlage is vergeten? Hey man, ik ben erbij. Geen bijlage, hè? Geen bijlage. Geen bijlage. Geen bijlage. Geen bijlage. Geen bijlage. Hé hey man, ik ben erbij. Je bent de bijlage vergeten. Oh, fuck. Ik heb dan de bijlage thuis laten liggen. Ik kan desnoods een taxi voor betalen. Hier, ik heb toch geld genoeg. Serieus?
Hoe kom jij aan al dit geld? Oké, dat ga je niet geloven, gast. Als vanmiddag bij mij iemand aan de deur, deze gast. Van deze Nigeriaanse koning. Hij gaf me 2 miljoen euro. Hello, my friend. Hey, man. Het regent. The money, oh, money. Money. Geef een duimpje omhoog en abonneer hier beneden. Check ook het kanaal van link in de beschrijving. En stuur deze video door naar al jouw vriendjes en vriendinnetjes, want iedereen heeft wel e-mail. En klik hier op het scherm lekker door voor meer Banjo Movies. Eindelijk thuis. Oh nee, kut. Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Ik kan mijn mailbox niet meer in. Zeg, weet je dat ik een reservewachtwoord voor je heb? Je kan met dit reservewachtwoord naar binnen, alleen dan moet je wel 3 geheime vragen beantwoorden. En ze zijn moeilijk. Oké, de allereerste. Wat is je naam? Bardo Ellens. Goed beantwoord. De tweede. Wat is je schoenmaat? Alweer een makkie. 44. Alweer goed. Oké, tijd voor de derde. Welke historieke aangelegenheid leidde tot de Parisiaanse geschrift Les Misérables van Victor Hugo uit de 19e eeuw? Nou, dat is natuurlijk... Geen idee. Nee, dat is fout. Het was de Franse Revolutie. Nee! Oh! Ik haal mijn sleutels wel beneden op. Oh, dan moet je wel even gaan zoeken. Klootzak!